het woord zegt, pop-up is de tijdelijkheid. Smaakt, het gaat over de smaken die Almelo, Twente en Overijssel rijk zijn. En een etalage is dat we letterlijk de producten tentoonstellen, laten zien, ook laten proeven. En ja, als mensen willen, kunnen ze het ook kopen. Ja. Almelo heeft als start heeft het stadslandbouwconvenant ondertekend. Hè. De gemeente Almelo heeft dat gedaan. En daar hoort bij lokale productie, streekproducten. En die zag je eigenlijk niet in Almelo. En met dit project, hè, wat ondersteund wordt door de gemeente Almelo, kunnen we deze etalage inrichten met streekproducten die Twente overijsselrijk is. En dat zijn er eigenlijk best veel. We willen hier eigenlijk wel 40 tentoonstellen, maar er zijn er meer. Er zijn er wel 60 en misschien nog wel meer. Want ik kreeg net van mijn overbuurman hier in het Hof van Gulik limoncello uit Almelo aangeboden. Nou, dat is ook leuk. Kijk, wat wij willen is ook gewoon iedereen die hier iets met streekproducten doet, ook gewoon ondersteunen. Dus wij zijn letterlijk de etalage. Maar we verwijzen natuurlijk graag naar de ondernemers waar ze die daar lekkere gerechten van maken. Dus dat doen we ook. Maandag de 30e is de opening, de aftrap. En dan gaan we die week gewoon nog langzaam heel veel spullen brengen. Want ik moet zo nog lokaal bier halen en nog kuiernat. Dus ik ben nog even een paar dagen op pad. Maar maandag is zeg maar het officiële tintje. Nou, het is een pop-up store en we doen het erbij. En we zijn 4 dagen open. Donderdag tot en met zaterdag. Maar ook op koopzondagen. En er komt hier een hele mooie grote oven die met dank aan Rationaal neergezet wordt tijdelijk. Daar gaan we ook producten bereiden. Want dan, ja, dan gaat het ook lekker ruiken. Kun je proeven. Want dat is een beetje de idee. Proeven hoe rijk Almelo en Twente is aan smaken. En dus ik ben er dan zelf een paar dagen in de week. En met vrijwilligers en mensen die het leuk vinden. Maar ook net, er kwam net een docent voor van de bakkersopleiding van het ROC voorbij. Die denkt, oh, leuk streekproduct. Dat zit ook in onze module van de opleiding. Kom lekker langs, dat is gewoon leuk. Dus laat vooral heel veel ontstaan hier.